Vind ik heel stom, hè? Maar als je je BH misschien uit zou doen. Ja, dat doe we best wel. Wacht maar open. Welkom bij Vastelovend alvast. En welkom bij Uitgelegd. Dat wilde ik eigenlijk eerst zeggen. Dat vind ik misschien wel belangrijker. Ja, dat. We gaan het kort houden vandaag. Want het is ook wel eens lekker als we het kort houden, toch, jongens? Ja. We willen jullie een schöne Vastelovend wensen. Hoe zeggen ze het? Brunsum, Joris. Een schöne Vastelovend. Die brunsum, mensen. Het zijn gekke mensen. Ik zei tegen jullie, ja, doe je lekker aan, want we gaan lekker op stap. Doe is mooi. Kijk, waar ik van hout trek ik aan. Maar het mond verloopt vol, dus loopt het hart van over. Ja. Hoe zoiets in die geest. Ja. Het bier staat op te wachten. Het bier staat koud. Ik sta er helemaal recht klaar voor om eens even goed te gaan pilsen. Drink responsible. De mens 15-20, denk ik. En jij, Bo? Ga je nog leuke... Wat ga je doen? Ja, gewoon lekker vieren met z'n allen. Gezellig in kerkhof. Gezellig optocht kijken. Kom, kom vooral langs. Kroegen toch? Ja, ja, is wel leuk. Kroegen toch? Ja, jullie weten exact waar de pareltjes hier zijn. De parenclubs? Nee, de pareltjes. Oh, de pareltjes. Ik denk, je wel een hele... Ik heb het over de pareltjes waar je lekker kunt gaan drinken. Ja, natuurlijk. Dat zoeken we. We zoeken van alles en we weten nog niet precies wat we zoeken. Ik vind jullie wel heel mooi gekleed eigenlijk elke keer. Dat mag gezegd worden. Dank elke keer. Je vindt dat wij er altijd uitzien als een carnaval. Nee. Altijd wel iets bijzonders. Altijd wel een leuk tintje. Bijzonder. Ik vind het positief. Ik vind dat we ons best heel erg hebben gedaan. Toch? Bij deze onderbreken we de uitzending voor een zeer zwaar modenoodgeval. Kevin en Bo dragen de slechtste carnavalskleding die we ooit hebben gezien. We willen bij deze dan ook onze stylisten, meneer Gelissen, ontslaan. Maar wij zijn hier bij Carnavals Wiertzeerle en wij gaan op zoek naar het mooiste, knapste en meest ideale carnavalskostuum dat ze ooit zullen dragen. Here we go. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. De carnavalsmodepolitie is klaar. Nou, ik denk dat we de ideale afdeling voor Bo hebben gevonden. De duivels en de heksen. Dames, mag ik jullie even iets heel schokkends laten zien? Dit is de carnavals outfit van Kevin en Bo. Wat vinden jullie daarvan? Nou, ja, mooi. Mooi. Dat kan toch echt niet, hè? Nee, niet echt. Carnaval, hè? Ja, alles kan met carnaval. Ja, wat denken jullie dat nou echt een leuke outfit zou zijn voor Kevin en Bo? Misschien Mickey Mouse of zo. Dat is mij. Ja. Oké, dankjewel voor jullie advies. Dit zijn ze gewoon. Dit is perfect. Dit moet gewoon gepast worden. Zullen we ze gaan passen? Ja. Nou, we hebben de perfecte outfit voor Kevin en Bo en Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk niet dat Kevin en Bo dit leuk gaan vinden. Oké, doe het gordijn open in 3, 2, 1. Hij is een beetje te groot. Nou, de Carnavals Modepolitie heeft de perfecte outfit gevonden voor Kevin en Bo. Het is zelfs in hun maat. Ja, en we gaan nu ook meteen terug naar Kevin en Bo. Kijk eens wat ik heb meegenomen. Ja, ik was er al bang voor. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Wij zijn de dupe. Nou, ik weet niet of je gezien hebt wat ik op mijn kop heb, maar veel erger dan dit kan het sowieso al niet worden. Dit is wel iets voor jou. Die Laura die heeft wel smaak. Oh, die heeft wat smaak inderdaad. Nou, hartstikke leuk. Wat zit je nou allemaal? Zit je nou lekker te strelen? Even de gezelligheid, jongens. Ja. Het is ook gezellig. Zullen we even gaan omkleden? Ja, we gaan eens maar omkleden. Kijk. Het kan niet gekker worden, hè, bij ons. Nou, het kan een stuk gek. Maar een stuk gek uitzenden. Maar dat gaan we niet doen. Ooit voor het deleted scenes. Oh ja, misschien kijk ik zo naar uit, trouwens. Oh, nee. Het is verschrikkelijk. We hebben nog een itempje in de tussentijd. En we gaan kijken naar Lieke. Lieke, die kennen we nog van volgende schokkende beelden. Van Fieste. Waar kunt ze vandaan? Echt. Verschrikkelijk, wat kunt dit is hij.
Vierste natuurlijk. Vier vierste? Ja joh, dat moet toch wel Limburg of niet? Een vers vieren. Ja. Net vierste? Ja, vierste. Fiesta! En om het een beetje goed te maken met Lieke, hebben we dat naar het theater in Heerlen gestuurd. Naar de Spas Musical. En dat werd georganiseerd door een carnavalsvereniging. Eigenlijk geen idee door wie. Maar het was in Heerlen en het was hartstikke gezellig. Wij gaan ons omkleden. Kom, het duurt allemaal veel te lang. Jij gaat ook gewoon mee. Ja, ik wil dat natuurlijk niet missen. Als ik denk aan het woord carnaval, denk ik direct aan prins en prinsessen. Gesminkte gezichten. Rare kledingen. Maskers. Optochten. Feesten en drinken. We staan vandaag in Schouwburg van Heerlen, waar kinderen uit Heerlen van de basisscholen een musical gaan opdragen. Zullen we snel een plekje gaan zoeken, want volgens mij gaat het zo beginnen. Een routewisser, 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 routewisser. Hoe lang hebben jullie moeten oefenen om dit allemaal zo te kunnen? Wel een paar maanden. Ja. Maanden? Wat was jouw rol eigenlijk? Hoe wil je eigenlijk het liefste jouw typetje beschrijven? Vreedzak. Vreedzak. Beetje grappig gaat ook nog wel. Can I be your plus one? Heb je ook een beetje gelet op je type qua kleding betreft? Ja, daar moesten we vooral op letten over wat jouw type is en dat moesten we dan aandoen. En de make-up, wie heeft dat allemaal gedaan? Zelf of heeft iemand anders dat gedaan? Allemaal zelf? De moeder. Sommigen hebben het zelf gedaan en sommigen hebben het door iemand laten doen. Dat was echt mega leuk. Echt leuk om te zien dat er verschillende talentjes zijn. Dansen, zingen, zelf muziek maken. Mega leuk. Ook gewoon om die ouders te zien, te lachen, klappen. Carnavalsmuziek, hip-hop muziek. Dit was de carnavalsmusical in het Theater van Heerlen. We gaan nu terug naar Kevin en Bo. Hallo, ja, hij is begonnen. Kijk zo, dat komt. Ho. Merry wat zit de kerst nog af, lekker kippetje? Ja, het is rete warm vooral. En wat ben jij? Let it go. Ik ben een prinses. En jij bent nog steeds gewoon ik ben een biertje. Steeds een biertje. Omdat ik zin heb een bier, laat dan nou eens langzaam naar het café gaan. Hey. Joris, ware aard komt hier naar boven, dames en heren. Hij is met gewoon alcohol zwaar verslaafd. Ja, laten we maar gaan. Ja, je moet die mensen plezier doen, dus we moeten zo gaan. Wordt gezellig. Mag de praat niet drukken. Bij jou drukt er iets anders, geloof ik, op dit moment, hè? Ja. Zeg eens even tegen de mensen dat dit het was. Kraftig al af. Dat is Chinees voor. Dit was het. Dit was uitgelegd. Tot de volgende maand. Het baart ergens. 25 maart, dat is eigenlijk. En dan hoop ik dat we ontnuchterd zijn en dat kan ik niet beloven, dat ligt er helemaal aan hoe de avond gaat lopen. Nee, dat kan helemaal niet, want ik ben 20 maart jarig, dus dan. En ik 22 maart, maar dat wist je niet. Het is een feestmaand. Alle kaarten kunnen ook gestuurd worden trouwens naar ons. Maar vooral het geld, want ik denk dat we na deze carnaval heel erg failliet zijn. Moet ervan huilen. We wensen jullie een hele fijne carnaval. Gaan snel, want Bo moet huilen. Tot ziens.